als we nou een box zitten, dan gaan we die dingen los. Ja, en wie hebben we hier dan? Erik Verhoef. Ik ga weer opnieuw dakken rijden, maar nu is de rest. Ja, ik ga op de KTM 1190 proberen om de rally parallel te volgen. Af en toe eens even de jongens op te pikken met de start en de finish. In ieder geval kom te zoeken. En een reportage te maken van de achtergrond van de dakken. Zoals hier de lokale mensen de dakken beleven. En er is nog wel sfeervol met de kaart in de twee dagen, dus ik denk dat het heel leuk reis wordt. Het is een beetje weer terug naar de basis, hè? In mijn eentje, koffertje erop. En probeer het overleven. Ik ga nu naar de kopstart pakken, want de rally vertrekt eigenlijk als morgen vroeg. Daar ga ik het podium starten. Ik ga proberen het podium te halen, dat zal wel niet lukken. En dan rijd ik door naar Rosario, waar de eerste proef gaat finishen. Dan wil ik die jongens opvangen. Dat is een beetje mijn doel voor morgen. En hoeveel kilometer ga je dan doen? Ja, een stukje. 103,4. Is goed te doen. Oké, okay. Alright. Ja, hey, succes! Doei doei. Doei! Kloem! Oh, ja. Dat is goed. Ik ga hier al doen. Ik zeg het hier even. Dat is afgesteld deze. Past. Kaart. En Jos, hè? Heel goed, succes. Jo, zie je. Hoe rijd je? Dank je. Jos, succes, joh. Zie je elkaar, hè? Ja. Doe 10 uur zou ik het helemaal weer, hè? Best. Ik ben niet goed.